De groei van het Nijmeegse inwoneraantal, de afsluiting van het Green Capital jaar en het jubileumjaar van de Nijmeegse bevrijding waren een aantal van de thema's in de nieuwjaarstoespraak van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. De burgemeester noemde dat er in 2018 weer meer dan 1000 mensen in de Waalstad zijn komen wonen en hij wist ook wel waarom. Nou, wij maken natuurlijk al vele jaren groei door. We bouwen ook meer huizen. En dat komt onder andere door universiteiten en hogeschool. Trekken gewoon meer studenten, daarmee ook meer docenten. Ja, en op zich zo'n sterkere universiteit en hogeschool geeft ook dat meer bedrijvigheid naar de stad komt. Sterke universiteit, sterke bedrijven, plus een historisch hart van de stad, letterlijk en figuurlijk, dat maakt die groei. Na een jaar van groene uitdagingen heeft Nijmegen het Green Capital stokje overgedragen aan Oslo. De burgemeester benadrukt dat, ondanks de prestigieuze titel, Nijmegen ook in 2019 hard aan het werk gaat met duurzaamheid. Als wij bij al die Nijmegen en al die bedrijven hun huizen duurzamer willen maken, hè, zodat we niet meer olie en gas gebruiken, maar zonne-energie of windenergie, welke duurzame energie dan ook. Als we willen zorgen dat we de stad groen ook letterlijk houden, zodat ook als het heel heet is, toch een beetje aangenaam blijft. Ja, dat vergt echt heel veel werk, overleg. En dat gaan we ook wijk voor wijk aanpakken. We hebben afgesproken dat we elk jaar een paar wijken met voorrang gaan aanpakken. Mensen gaan helpen. En daar zullen een heleboel nieuwe dingen bedacht moeten worden. Met andere woorden, het is hartstikke goed dat je een titel hebt. Het is hartstikke goed dat je beloond wordt voor goed beleid. Maar nu komt ook de uitvoering. En ik denk dat we er heel veel vertrouwen kunnen hebben dat dat goed gaat komen. Maar dat gaat wel jaren duren. In 2019 zal er uitgebreid stilgestaan worden bij 75 jaar vrijheid in Nijmegen. Er zullen meerdere herdenkingen plaatsvinden en ook wordt er een herdenkingscentrum geopend bij de Lindenberg. In het weekend werd de stad nog herinnerd aan het belang van veiligheid en vrede, na een dreiging tegen de Servisch-Orthodoxe Kerk. Burgemeester Bruls noemt elk voorval één te veel en vindt het vooral spijtig dat inwoners beroofd worden van hun kans om kerst te vieren. Ja, nou, die zijn natuurlijk heel erg vreselijk. Aan de andere kant, ja, elk jaar heeft dat, ik zei dat met toezicht ook, er zijn altijd tegenslagen, er zijn altijd beproevingen en uitdagingen, wat je ook doet. Als je naar het algemene veiligheidsbeeld in deze stad ziet, en ook de waardering die burgers in die jaar, door de jaren in de vergeven, zit dat best wel goed vergeleken bij andere steden. Maar elk incident is er een te veel bij die dreiging rondom de Servisch-Orthodoxe Kerk. Zeg ik wel met nadruk, ik hoor en lees wat speculaties, daar loopt nog een volkomen politieonderzoek, want veel meer dan dat er een dreiging is geweest, is er op dit moment niet. Die was wel heel serieus, maar je moet wel uitzoeken waar die vandaan komt en wat er precies in de hand is. Ik vind het vooral heel erg vertraagd voor de mensen die naar hun kerstviering hadden willen gaan. En het maakt ons natuurlijk, en houdt ons ook natuurlijk spits, om er stevig en attent op te blijven. Opgesomd zijn alert blijven, herdenken en verduurzamen, een aantal van de kernwoorden voor het komende jaar.